Rustig aan, Boris. Rustig. Hey, kids! Hier Cas de Ranger. Ja, moet je kijken wie ik nou bij me heb. Dat is namelijk mijn grote vriend Boris. Ja, Boris, dat is de hond van mijn neef Paul. Boris, ja, ga maar iemand. Kom maar. Goed zo. Ga maar lekker. Pak hem dan. Goed zo. Zal ik je riempje afdoen? Zo. Ga maar lekker zo in je mand spelen. Ja, huisdieren. Valt zoveel over te vertellen. Want ik zou eigenlijk ook wel een eigen huisdier willen. Maar ja, waar moet je dan op letten? Er zijn heel veel dieren, maar niet elk dier kan als huisdier worden genomen. Huisdieren zijn dieren die in of rondom het huis leven en door mensen verzorgd horen te worden. Het belangrijkste is dat een dier niet gevaarlijk is voor de omgeving. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar een giftige slang of een gevaarlijke leeuw als huisdier nemen. Ook geen bedreigde diersoorten. Wil je een huisdier, bedenk dan goed of het dier bij jou past. Of misschien nog wel belangrijker, levenssituatie past. Ben je niet veel thuis, neem dan geen dier, want dan kan je er niet voor zorgen. Zorg ervoor dat je je hele leven lang voor het dier kan blijven zorgen. Een hond kan wel 15 jaar oud worden. Gefeliciteerd. Huisdieren werden vroeger genomen op basis wat ze konden doen voor de mens. Een hond was de waakhond, koeien gaven melk, een kat kon muizen vangen en zo had ieder dier zijn eigen taakje. Tegenwoordig worden huisdieren genomen omdat ze zo aaibaar zijn en zo knuffelig. De bekendste huisdieren zijn de hond, de kat, het konijn, de vis en de papegaai. En over al deze dieren weet ik een leuk weetje. Iedereen zegt dat katten slaapkoppen zijn, maar honden zijn dat ook. Ze slapen makkelijk 14 uur op een dag. Dat is ongeveer evenveel als katten slapen. Maar toch is er een verschil. Katten slapen overdag. Dat valt op. Honden slapen vooral 's nachts. En overdag doen ze dutjes. Honden en katten zijn echte vleeseters. En het is heel belangrijk dat het vlees goed verteerd wordt. Daarom nemen ze zoveel rust. Honden slapen misschien veel, maar als ze wakker zijn, zijn ze heel erg actief en ook heel sterk. Yeah. Vroeger werden honden ook voor allerlei klusjes gebruikt. Bijvoorbeeld een hondenkar, dat door een hond werd getrokken. En zulke karren waren in Nederland ooit heel normaal. Honden hebben nou eenmaal heel veel kracht. Denk bijvoorbeeld aan sledehonden. Toch zijn honden veel gelukkiger als ze dit soort zware werk niet hoeven te doen. Yeah. Papegaaien. Papegaaien kunnen heel goed andere mensen en dieren nadoen. Dat heet imiteren en daar zijn ze heel goed in. Superknap. Superknap. Papegaaien zijn hele sociale en intelligente dieren. Maar ze zijn niet de enige vogels die goed kunnen imiteren. Er is een andere vogel die dat nog veel beter kan. De liervogel. Een beetje over goudvissen. Goudvissen zijn dom. Als ze in een kom een rondje zwemmen, merken ze niet dat ze telkens hetzelfde rondje zwemmen. Maar dat is niet waar. Vissen hebben een heel goed verstand. Ze kunnen zich aanpassen aan allerlei omstandigheden. En ze kunnen prima onthouden waar in de kom een fijn plekje is. Goudvissen kun je ook veel beter in een groot aquarium houden. In een kom worden ze minder oud en groeien ze slechter. Katten hebben hele goede ogen. Dat weet bijna iedereen. Ze kunnen 's nachts heel goed zien. Maar als een kat een mens was geweest, moesten ze wel naar de opticien. Want katten kunnen alleen maar goed ver zien. Van dichtbij zien ze bijna niks. Ze zijn dus verziend en hebben een leesbril nodig. Gelukkig heeft moeder natuur hem die al gegeven. Namelijk snorharen. Met die snorharen kan een kat goed vaststellen wat er dichtbij is. Katten gebruiken snorharen ook als meetlat. Zo kunnen ze meten of ze ergens doorheen kunnen of niet. Konijnen zijn geen grote praters. Ze maken bijna nooit geluid. Daarom denken mensen dat ze vaak ongezellig zijn. Maar het tegenovergestelde is waar. Konijnen houden juist van heel veel gezelschap. Het liefste met andere konijnen. En dan gaan we nu... Ruik ik? Ah, Boris! Ah, man, waarom nou?
Ja, dat is ook zo, jongens en meiden. Want honden moeten minimaal 3 keer per dag worden uitgelaten. Anders krijg je dit soort grapjes. Goed. Hondenliefhebbers, opgelet. We gaan een hondenspeeltje maken voor onze grote vriend Boris. En wat heb je daarvoor nodig? Hondenbrokken, een leeg flesje en een sok. Ja, je pakt het flesje en die vul je met hondenbrokjes. Niet gaan springen, denk erop. Gewoon 2 handjes hondenbrokken doe je in het flesje. Hier. Goed gekeurd. Ja, joh, eet lekker rustig verder. Dan doe je de dop erop. En die dop, die moet er goed op. Dan doe je hem in de zak. En dan doe ik er een knupje in, Boris. Ja, zo. En goed strak aantrekken. En dan heb jij gewoon je eigen hondenspeeltje. Hoe leuk is dat? Ja, je vindt het nou interessant, hè? Oh, rustig aan, rustig aan. Weet je wat? Je gaat er beneden mee spelen, ja? Ik leg hem neer. Oké, goed zo. En nou lekker mee. Ga spelen. Ga er mee spelen. Doe maar. Ga rustig. Boris, wacht even. Rustig. We gaan. Boris, niet doen. Niet doen. Oh. Boris, wacht nou even. Ik kom zo bij jullie terug. Ja.